Nou, hij is wel weer vooruit gegaan, hè? Ja. Nee, ja. Daar zou ik zelf trots op zijn. Echt waar? Ja, ik ook! Ja, Hugo? Ik had al gezegd de puntjes. De puntjes, hè? Ja, daar is hij een beetje bij een horstel aan het staan. En hier zit ook nog een streepje, wat daar niet hoort. Welk streepje? Dit streepje. Dat hoort niet. Okay. Als dat open was, zat hij hier wel in de plek. Ja, dan had hij weg moeten laten. Ja, zonde. Maar hij is dus ook al met het patroontje bezig geweest, hè, wat er op zijn vleugel staat. En daardoor lijkt hij eigenlijk al veel meer, hè? Nou. Nee. Hij kan niet mooier. Hij kan niet mooier. Oh, nu is hij ingekleurd. Nog steeds. Ja, daar heeft hij niet goed naar geluisterd. Je hebt gelijk, Hugo. Maar kijk eens even, wat knap, hè? En hoe komt dat nou? Door de tips. Ja, door de tips. En wat zorgde er nou voor dat die tips hem zo goed hielpen? Want niet alle tips helpen je altijd goed, hè, Ammer? Gewoon, ze hebben het zaantje goed bekeken en toen zeiden ze, nou je kan dit nog verbeteren. Ja, maar hoe deden ze dat precies? Kun je daar nog wat specifiek? Aardig? Ja, ze zeiden niet wat een slechte tekening, hè, want daar kan je niks mee. Maar, wat deden ze wel, Tieg? Ze gaven gewoon tips. Nou, niet zomaar gewoon, hè? Maar ik wil het wel laten zien tussen de eerste en de laatste. Ga ik zo. Ze gaven duidelijke tips. Ze gaven hele duidelijke tips. En zodat hij ook precies wist wat hij moest doen. Hè? En dat is zo belangrijk. Is dit de allerlaatste? Ja, dit is echt zijn eindresultaat. En ik vind dit echt voor een derde groep. Het is nog niet perfect, hè? Jij zei al, hij heeft nog steeds die staartje. Nog steeds die puntjes zijn niet helemaal zoals het hoort. Maar voor een derde groep is dit heel knap, hè? Volgens mij kan ik denk dat als jij zulke feedback krijgt als jullie nu gegeven hebben, dat jullie het ook zouden doen. Dat denk ik echt. Dus als je feedback geeft aan iemand, is het heel belangrijk dat je het heel specifiek doet. Heel duidelijk vertelt wat degene beter kan doen. Communiceren met helderheid en precisie, hè? Tieren? Ik vind het ook knap van het groepje van hem dat ze goede tips hebben gegeven. Het is ook groep 3 en die kunnen denk ik. Nou, ik denk dat deze klas daar heel goed in getraind was. Dat die heel goed konden vertellen. Dat kan dan beter. En je leert daardoor eigenlijk ook heel goed kijken. Hè? Jullie hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Jullie hebben dezelfde feedback gegeven. Jullie kunnen het ook. Nou, niet helemaal natuurlijk, maar vergelijkbaar. Nou, en dit is wat Hugo vroeg. Alle stapjes van die eerste tekening van hoe hij een vlinder in zijn hoofd had, tot het prachtige eindresultaat. Knap, hè? Ja, maar de vierde en de vijfde zijn precies hetzelfde. Alleen dan is het vijfde ingekomen. Niet helemaal, hoor. Hij heeft er echt nog wel wat verschillen. Want kijk naar het lijfje van de vlinder. Die is echt wel anders bij de vierde. Nee, ik bedoel de vierde en de vijfde. Ja? Die zijn hetzelfde. De vijfde en de zesde bedoel je? Die vijfde en de zesde. Ja. Hij heeft er echt wel wat mee gedaan. En dit was hem echt. Dankjewel! Nee, dit is de foto. Dat is wel heel fijn. Ja, ik heb niet helemaal ingekleurd, die zesde. Nee. Goed. Je mag stoppen, Barret.